jongens en meisjes, welkom bij de opdracht van vandaag. Ik ga eerst vertellen welke opdracht je gaat maken en daarna heb je even de tijd als je het filmpje op pauze zet om ze ook echt te gaan maken. Er zijn vandaag weer 3 opdrachten. De eerste opdracht gaat over het tellen in sprongen van 5. Dat wil zeggen dat je er steeds 5 bij doet. Je ziet hier een getallenlijn waar het al een beetje op voorgedaan is. De sprongen zijn steeds 5 stapjes verder. 1, 2, 3, 4, 5. En ook hier weer. 1, 2, 3, 4, 5. Eronder staat nog een getallenlijn. Maar nu staan niet alle getallen erop. Maar staan alleen de getallen erbij die de sprongen van 5 aangeven. Je komt een keer op 0, dan op 5, er bij 5 is 10, er bij 5 is 15, er bij 5 is 20. En dan moet je de sprongen verder maken tot je bij het vraagteken komt. Het getal dat bij het vraagteken staat, dat zet je in het vierkantje. De tweede opdracht gaat over de helft van iets. Wat is de helft van 2? Als je de helft van iets neemt, ga je eerlijk delen. En de derde opdracht, dat zijn de splitshuisjes. Zet nu je filmpje even op pauze, zodat je de opdrachten kunt maken. En als je klaar bent, zet je het filmpje weer aan en zal ik uitleggen hoe je aan het antwoord kon komen. Succes! Welkom terug. Als het goed is, ben je verder gegaan bij het getal 20, want dat antwoord stond er al. Als je bij 20 5 bij doet, dan kom je op 25. Doe je daar nog een keer 5 bij, krijg je de som 25 er bij 5, dan is dat 30. En doe je als laatst nog een keer 5 erbij, dan kom je bij het vraagteken. 30 erbij 5 is 35. Dus het getal wat je in moest vullen in het vak is 35. De helft van. Als je de helft van iets hebt, dan ga je het eerlijk delen. Ik kan bijvoorbeeld 2 rondjes tekenen. En als ik die daar de helft van pak, ik zet even in het midden een streepje, dan heb ik aan de ene kant 1 rondje en aan de andere kant ook 1 rondje. Dus de helft van 2 is 1. Nu ga ik 6 rondjes tekenen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Als ik ze eerlijk ga delen, dan geef ik deze aan de ene kant, deze aan de andere kant. Deze aan de ene kant, deze aan de andere kant. Deze aan de ene kant, deze aan de andere kant. Ik zet daar een streep tussen en aan beide kanten staan er nu 3 rondjes. Je kunt het natuurlijk ook met blokjes neerleggen of misschien wist je het al wel van buiten. Nu de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ik ga ze weer eerlijk verdelen. 1 aan deze kant, 1 aan die kant. 1 aan deze kant, 1 aan die kant. En zo maak ik hem helemaal af, tot ik ze allemaal eerlijk verdeeld heb. Ik zet een streep in het midden. Hoeveel heb ik er nu? Ik ga ze even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aan elke kant. Dus als je het eerlijk verdeelt, is de helft van 12 6. En de splitshuisjes van 4, 5 en 7 kun je zelf maken. Dit heb je vaker gedaan. Tot de volgende keer!